jammer voor jullie dat daar een nieuwe trainer is, Frank de Boer, en dat het ineens erg goed gaat in Amsterdam? Ja, Frank de Boer, ja. Had goed. Hè. En ja, ik denk nu de spelers van Ajax hebben meer vertrouwen. Ja, maar wij moeten aan onszelf kijken. Ja, wij ook, hebben ook vertrouwen voor deze wedstrijd. En gaan we kijken zonder. Even over jou persoonlijk. Ik heb jou in mijn radioverslagen tijdenlang de rots van Rio genoemd. Wat is er met de rots aan de hand? Want het gaat wat minder, hè? Ja, ja ik heb ook zelf kritiek. En ik denk dit seizoen, dit eerste seizoen, was niet goed. Maar ook het hele team. De situatie van de club, van ons, van de ploeg, is niet goed. Maar ja, mijzelf, ik weet dat ik moet verbeteren. Ja, ik hoop dat van dit volgende jaar gaat het beter. Ga je na zondag lekker naar Brazilië toe? Ja, ik ga dinsdag 21 naar Brazilië. Het is zeker lekker warm. Je gaat gelijk lachen ook? ja, Brazilië is. Ja, mijn land. Ja, familie, kijken, vriend. Ja, en ook de temperatuur is veel beter dan hier. Ja. En ja, een lekker kort vakantie. Heeft de komst van Frank de Boer bij Ajax dit duel voor jullie een moeilijkere wedstrijd gemaakt dan die toch al was eigenlijk? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat we dat pas na zondag kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze sinds de Boer er is, dat ze in ieder geval 2 wedstrijden gewonnen hebben. En niet tegen de minste tegenstanders. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, puur op basis van resultaten, kunnen jullie ook vertrouwen hebben op het moment? Niet qua voetbal, wel qua resultaten. Ja, op zich als je het zo bekijkt, dan heb je natuurlijk de laatste, 5, 6 wedstrijden heb je iets van 9 punten gehaald. Volgens mij de laatste 5 wedstrijden 9 punten, denk ik. En dat is qua resultaat is dat niet slecht. Alleen het spel laat natuurlijk nog wel iets te wensen over. Is dat een veelvuldig onderwerp van gesprek, dat laatste? Ja, natuurlijk ook wel. Maar in wezen is het wel het belangrijkste in de situatie waarin we nu zitten, dat we punten halen. En dat is gelukkig de laatste weken aardig gelukt. En kijk, daarbij komt natuurlijk nog dat je het liefst weer natuurlijk winnen en heel goed spelen en mooi spelen. Maar op dit moment zijn de punten het belangrijkste. Ajax Feyenoord is nu helaas geen topwedstrijd, maar blijft dit toch bijzonder, ook al staan jullie veel lager dan zij? Ja, sowieso. Stiek in Amsterdam speelt en ongetwijfeld een uitverkocht huis. Dan geeft het toch een aparte sfeer. En het is jammer dat de Feyenoord supporters er niet bij zijn. Dat had het nog leuker gemaakt, maar dit zijn natuurlijk wel de wedstrijden waar het om gaat, in de Eredivisie. En dan ga je heel de winterstop nadenken en teken je februari voor 4 jaar bij, of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja. 4 of 5 jaar. Ik moet nog even kijken hoe het gaat lopen, de gesprek. Ja, wat hebben we gedaan? We hebben beelden bekeken en we zijn gewoon een beetje gaan fietsen en een beetje krachttraining en een beetje voetvolley. Is het dan wel problematisch dat de voorbereiding op zo'n belangrijke wedstrijd eigenlijk dan toch verstoord is door de weersomstandigheden? Ja, ik denk dat we dat vorig jaar wel vaker hebben gehad. We zijn allemaal profs, dus we moeten er allemaal goed mee omgaan. Maar je kan niet zeggen dat het ideaal is, want je wilt natuurlijk ook wel op het veld staan om dingen te doen. En dat is vandaag niet gebeurd en we hopen dat we morgen wel op veld kunnen. Ajax uit, een ploeg die draait sinds de komst van Frank de Boer. De trainerswissel is daar geweest. In jouw ogen, wat is daar het grote verschil nu Frank de Boer er aan het roer staat en geen Martin Jommy? Die wedstrijd die ik heb gezien, zie je wel dat ze het met plezier spelen en ook willen voetballen, nog meer willen voetballen en dat ze dat nu beter doen vanuit achteruit. En voorheen was het volgens mij dat ik nog wel vond dat ze wat meer de lange ballen hanteerden. De beelden die ik heb gezien zie je wel dat ze echt willen voetballen en ook van achteruit. Wat ligt jou meer? Het is ook een ploeg die direct druk zet bij balverlies. Ligt dat jullie? Omdat jullie daardoor misschien toch ook ruimtes kunnen krijgen wanneer dat misgaat?
Ja, dat zou, je krijgt natuurlijk wel de mogelijkheden om te voetballen daar. Maar de vraag is, heeft meer met durven te voetballen of niet, weet je. En, ik denk als we daar durven te voetballen, dat we daar mogelijkheden kunnen hebben. Het wordt een lastige wedstrijd, maar ja. Ik denk in deze competitie kan iedereen van elkaar winnen. En, ja, we moeten met vertrouwen erheen natuurlijk heen gaan. Ja, we staan nu wat beter dan dat we hiervoor stonden. En ja, we proberen de lijn door te trekken. Nu zijn er supporters die bang zijn dat als het in de arena misgaat, dat het al heel snel 1, 2 en 3 wordt, dat er misschien weer een scenario PSV uit aan zit te komen. Hoe leeft dat bij jullie in de groep? Ja, hoe leeft het in de groep? Daar zijn we natuurlijk helemaal niet mee bezig. Want als je nu al er naartoe gaat van als het maar niet 10-0 wordt, nee, dat is, sorry, nee. Hebben jullie daar wel veel van geleerd van die wedstrijd? En nogmaals, ja, stel dat het daar bij wijze van spreken op een gegeven moment 3-0 wordt, dan zullen jullie misschien wel anders handelen als toen in Eindhoven. Ja, heb je geleerd. Je praat nu al dat we 3-0 achter staan. Dus ja, ik denk dat daar ben ik niet mee bezig om eerlijk te zijn. Is er een mogelijkheid dat jullie daar kunnen stunten in de arena? Ja, je hebt gezien dat andere ploegen dat hebben gedaan. En wat ik net ook zei, als we durven te voetballen daar, dan is er wat mogelijk. Het wordt sowieso lastig. Ik denk dat zij in een goed doen zijn en dat wij ja, nog zoekende zijn. Maar ja, dit is een wedstrijd op zich eigenlijk. Je zegt dat het staat bij ons beter. Hè? En, de laatste weken pakken jullie in ieder geval de punten. De laatste 6 wedstrijden slechts 1 keer verloren. Kortom, dat moet vertrouwen geven. Het spel is dan weliswaar niet goed, maar jullie weten in ieder geval punten te sprokkelen. Ja, klopt. Ik denk dat we veel wedstrijden niet goed hebben gespeeld. Maar dat er ook wedstrijden bij waren die we wel goed hebben gespeeld. En ja, wat je net ook zegt, die laatste 6 wedstrijden hebben we wel punten gepakt. En daar moeten we denk ik vertrouwen uithalen en naar de arena gaan. Nu komt de wintertransfer eraan. Is er een mogelijkheid dat Ajax uit de allerlaatste wedstrijd van Karim El Amadi in een Feyenoord shirt wordt? Ja, zoals het nu uitziet zit ik nog steeds bij Feyenoord, dus er is er niks aan de hand. Alleen ja, we zullen zien wat er gaat komen en wat er niet gaat komen. Als er wat komt, dan is het altijd bespreekbaar. Maar ik ben er met mijn hoofd nu niet bij en ik wil die laatste wedstrijd tegen Ajax, voor de winterstop wil ik sowieso proberen punten te pakken. En dan zien we wel wat we na de winterstop gaan doen. Mooie woorden van een ex-ploeggenoot deze week van jou, Wout Brama. Die ziet het liefst Karim El Amadi terugkeren bij Twente. Ja, het is mooi dat zo'n iemand dat zegt. Het was toen die tijd mijn concurrent. En, maar ik had altijd, we hadden altijd goed contact, want we waren altijd vanaf de jeugd al bij elkaar. En ondanks dat we concurrenten waren, konden we heel goed met elkaar. En, ja, en dat is denk ik een mooi gebaar wat zo'n speler naar mij toe maakt. En, ja. Vooral van zo'n speler, dat hij dat zegt, dat vind ik wel mooi.